Hallo Nijfam, leuk dat je naar onze Boerda Stijl tutorial kijkt, waarin wij model 3A van Boerda Easy nummer 1 januari tot februari 2022 toelichten. Samen gaan we de geruite jurk in bordeaux, beige, grijs naaien. De stof die wij gebruiken is van 100% katoen gemaakt en werd ter beschikking gesteld door de partnerfirma C. Pauli, die de stoffen met GOTS-certificaat produceert. De wikkeljurk is een klassiek model dat nooit uit de mode raakt. Met dit model jurk wordt de taille geaccentueerd. Typerend voor deze jurk zijn de gerimpelde mouwen en het elastiek in de taille. Deze elementen onderstrepen de charmante uitstraling van deze makkelijk te naaien jurk. Als fournituren heb je verder naaigaren nodig dat bij de stof oppast, tussenvoering, elastiek, spelden, een naaimachinenaald, een naainaald, knutselgaren, een schaar voor stof, een centimeter, kleermakerskrijt of een potlood, een balpen, een liniaal, een raderwieltje, en bordeauxstijl kopieerpapier. Voordat je met het model begint, dien je jouw lichaamsmaten op te nemen en met de maten in de Boerda maattabel te vergelijken. Aan de hand van deze gegevens kun je de maat bepalen, zodat het model goed past. Nu kun je deel 1 tot 6 van het werkblad nummer 3 uitknippen en overnemen. Leg de papieren delen op de stof en spel deze vast. Teken de patroonlijnen en voeg de naad en zomen volgens de gegevens in de beschrijving toe. Teken alle lijnen en tekentjes voor het model. Neem de tekentjes en naadlijnen met lange rijgstreken naar de goede kant van de stof over. Voordat je de spelden eruit haalt, mag je het papier voorzichtig onder de stof leggen en met het raderwieltje over de lijnen en de tekentjes heen gaan. Lees ook meer hierover in de gebruiksaanwijzing van het Boerda Stijl kopieerpapier. Knip ook de tussenvoering van deel 3 en 4 en strijk de delen aan de verkeerde kant op. De voorbereidingen zijn klaar. Nu kan ik met naaien beginnen. Ik naai het model met de naaimachine Excellence 580 Plus van Elna. De randen werk ik af met de overlockmachine Elna Extend 864R. Ik begin met de couponade. Vouw de voorpanden bij de couponade zo dat de lijnen op elkaar liggen. Dan speld ik de couponade en stik ze naar de punt toe. Bij de punt laat ik de draadjes wat langer om er een knoopje in te kunnen leggen. Dan strijk ik de couponade naar onderen toe. Stap 2. De schoudernaden. Ik zigzag de schoudernaden van de voor- en achterpanden. Ik leg de voorpanden met de goede kant op de goede kant van het achterpand. Ik speld de schoudernaden en let daarbij op naadcijfer 1. Ook bij de belegdelen stik ik de schoudernaden op deze manier, maar nu met naadcijfer 2. Ik stik de schoudernaden van de jurk en belegdelen. Dan strijk ik alle naden open. Ik zigzag de buitenrand van de belegdelen. Stap 3. De halsrand. Ik leg het beleg op de halsrand van de jurk. De goede kanten liggen op elkaar. De schoudernaden liggen ook op elkaar. Ik speld en stik het beleg vast. Ik knip de naad bij en bij de ronde randen enkel tot net voor het stiksel in. Ik keer het beleg naar binnen en strijk de naad. Ik naai het beleg met de hand bij de schoudernaden vast. Stap 4. De zijnaden. Ik zigzag de zijnaden van het achterpand en de voorpand, ook bij de rokpanden. Ik leg het rechtervoorpand op het linkervoorpand. Het midden ligt op het midden en de lijnen aan de onderkant liggen op elkaar. Ik speld de overlappende randen met de spelden op elkaar en stik ze 1 cm breed op elkaar. Je kunt de randen eventueel ook rijgen. Ik leg de zijnaden van de voor- en achterpanden met de goede kanten op elkaar en speld de naden. Ik stik de naden vanaf naadcijfer 3 en strijk de naden dan open. Dan leg ik de rokpanden met de goede kanten op elkaar. Ik speld de zijnaden. Stik ze en strijk ze open. Stap 5. De rok aan het lijfje vaststikken. Ik trek het lijfje over de rok heen. De goede kanten liggen op elkaar. De zijnaden liggen ook op elkaar. De randen speld je op elkaar. De naad mag je stikken, zigzaggen en naar het lijfje toestrijken. Ik stik de naad aan de goede kant 1 cm door. Door dit stiksel ontstaat in feite de tunnel.
Bij de zijnaad laat ik een stukje open voor het inrijgen van het elastiek. Ik zet bij het uiteinde van het elastiek een veiligheidsspeld vast en haal het elastiek bij de opening bij de zijnaad door de tunnel. Ik speld de uiteinden van het elastiek op elkaar vast. Van tevoren kun je eerst even de jurk passen om de juiste wijdte te bepalen. Dan controleer ik of het elastiek niet verdraaid is. Dan kun je de uiteinden op elkaar stikken en eventueel met de hand naaien. Ik stik het stukje open na dicht door ongeveer 1 cm terug te stikken. Stap 6. De mouwen. Om de mouwkop te rimpelen maak ik 2 stiksels naast elkaar. 1,2 naast de rand en het tweede stiksel 5 mm naast de rand. Ik stel de steek op circa 4 mm lengte af en stik dan tussen de 2 hulpstiksels bij de mouwkop. Ik laat de draadjes bij het uiteinde van de stiksels hangen, maar trek ze nog niet aan. Ik zigzag de onderrand en de zijranden van de mouwen. Dan vouw ik de mouw dubbel. Ik speld de mouw in het armsgat en stik de mouw vanaf naadcijfer 4 vast. Ik strijk de naad open. De goede kanten liggen op elkaar. Ik speld de zijnaad op de mouwnaad. Streepje 5 van het voorpand en de mouw liggen op elkaar. Het tekentje van de mouwkop ligt bij de schoudernaad. Nu trek ik de draden van de hulpstiksels voorzichtig aan totdat de mouw in het armsgat past. Ik stik de randen op elkaar. Dan zigzag ik de rand en strijk de naad naar de mouw toe. Laatste stap, de zoom. Ik zigzag de onderrand van de jurk en vouw de zoom en de onderrand van de mouwen met 1,5 cm naar de verkeerde kant om en strijk ze. Dan speld ik de randen vast en stik ze aan de goede kant 1 cm breed door. Klaar! Weer een model zelf genaaid. Je kunt afwisseling aanbrengen door de lengte te variëren of een andere stof te kiezen, bijvoorbeeld een vrij dikke stof. Dit patroon bestaat in meerdere variaties. Bekijk ook model 2A uit dit nummer van Boerda Easy. En zoals altijd, vergeet niet je eigen creatie te laten zien. Deel je model op social media. Hartelijk dank voor het kijken en tot snel. Boerda Stijl bedankt alle partnerfirma's, Elna en C. Pauli. Leuk dat je hebt gekeken. Tot de volgende keer bij de Boerda Stijl tutorials.